Medeleidsters, al leiding, al de boeren, burgergezelschappen, leden, familie of groene carnavalsvierders. Van harte welkom bij de Boer Brunnef van Jong Nederland. Ik wil speciaal welkom heten aan prins Geert, prinses Evelien, de achterstandse Johan, Theo. John, dat je er vanmiddag ziet, sowieso ook voor jullie weer het Jong Nederland feestje. We komen vanmiddag lekker knallen met z'n allen. Vanavond komen we gezellig met de Boer Brunnef van jullie afsloten. Maar vanmiddag gaan we hier even een geweldig feestje neerzetten, samen met jullie. Zeker ook een speciaal welkom aan jullie carnaval, Prins Joren, Noem en Joep. Volgens mij is ze nog net binnen, maar dat zal zo meteen zeker wel gebeuren. Ook jullie van harte welkom. Ook de Jeugdboerbrunnef, die is vandaag aanwezig. Schoon dat je het allemaal ziet. Zeker om de grote Boerbrunnef vandaag uit te moedigen. Jullie hebben een stukje al opgevoerd. En dan ook zeker ons eigen Boren Brunnef. Welkom. Ja, je zit ze nou nog neer, maar ze stonden een beetje te zien en een beetje knoep weer achter. Dat ze zo meteen mogen beginnen. We willen jullie vanaf hier van harte succes wensen. Het kost ons natuurlijk ook de nodige centjes. Maar ik wil wel even vermelden, ons grote sponsoren die ons door mij geholpen hebben. Dat zijn Seelen, Verstappenverpakkingen en MJ Living Geluid. Die hebben ons gedurende de carnaval door het best wel gesteund. Maar natuurlijk ook alles overige sponsoren die ons daarin helpen. Hartelijk bedankt ervoor. Dan nog een paar huishoudelijke mededelingen. Gent 18 is Gent bier, om het zo te zeggen. En wat dan zie je vandaag mooi als kies, kelken of mechje. Versierd, verkleed, 18 is Gentbeer. Twijfelen we mee, dan vragen we de informatie en dan kunnen we hier erachter alsnog een polsbandje krijgen. Sjaaltjes, we hebben mooie, mooie sjaaltjes van Nederland. Die kunnen je ook krijgen als je een gezellig mee wilt huren vandaag. Ieder muntje krijgt een sjaaltje van ons. Zoek de boer bij de podcast, als in ieder geval bij de toppers van de buurt. Verder, mocht er wat gebeuren, zonder calamiteiten, volg dan netjes de instructies op van alle mensen die hier met een geel of met een oranje hersen rondlopen. Dan heb je nog een kinderhoek in elkaar gezet door links aan de ziekenhuis van de Mertan. Kees Jong en daar hebben we ook de kindjes wat te doen hebben vandaag. Maar het is ook genoeg voor kindjes, dus zorg dat de kinderen wel lekker hun gang kunnen doen. Dan ben ik eigenlijk zo niet dat we over kunnen naar het spel. Het spel wat geschreven is door Bart van Sterren en Steve Jacobs. En wat geregisseerd is door Anneke Vossen. En ik wil eigenlijk vanaf hier nou iedereen hartstikke succes wensen. Want ik ben er klaar bij en we gaan beginnen met het spel. En dan doen we het net zo als de burger hier. B. Het verloedingsbal. Wat schoon. Een oernuriging voor 75 jaar bestaan van Nederland. Op 3 en 4 oktober zal een groot feest plaatsvinden in de Mertan. 75 jaar geleden. Dat is lang.
Maar ik denk dat ik gewoon een schoon verhaal heb over die tiet. Dus dan maar eens mij. De nevel van de winter hangen over ons. De wonden van de oorlog zien nog vers. En de vernillende sturm in over het dorp is gevaren en het hart ervan diep en fel getroffen. Weg zien de grote zaken pappen. En weg is ook de trotse Lambertuskeer. Het middelpunt waarop in zich gans het leven gegroepeerd heeft tot één hechte dorpsgemeenschap. En het eerst getroffen verhaal. De jeugd. De jeugd wier idealen van fierheid, reinheid en trouw vertrapt en vermorzeld, vergiftigd en verstikt waren door het ontierende en niks ontzeende geweld van een totale oorlog. De jonge wacht, in 1934 opgericht, baas niet meer. Opgeheven om mee te zwichten van nationaal-socialistische denkbeelden. Nou, nog een oorlog. Mos en zuiden weer iets in het leven geholpen weren om de jeugd optimale kansen te bieden zich te ontplooien. De daad was bij het woord. En dit daad, baas, is en blieft Jong Nederland. Door middel van fancy fairs, giften van de kerk en sponsoringen in Natura hier in 1937 de Neeblokkend aan de Kloosterstraat gerealiseerd. Met behulp van Webberse Keijer en Gerps Hout komen de bouwtekeningen tot leven. Door monden sjouwen, tummeren en metselen kosten de leden van Nederland het gebouw in geboegen nemen. En bovenal, Fine Funs, ons prachtige boetspaar, kunnen er belofte nakomen. Wat zegen trouwen en 4 uur feest in de Nederland. En wij tellen af, want vanmiddag hier onze Funs met zijn leven vriend trouwen. Oh, Dora, dat werkt allemaal wel. Ja, nou daar. En toch ben ik een kurk. Wat zie de kurk? Wat een kurk ben, ik moest steek schuppen, ik moest schoen proberen. Ik moest water passen, ik moest troefelen, ik moest cementen, ik moest doemstokken, ik moest schoorpomperen, ik moest niet tangen en ik moest steek sleutelen. Och man, je moet net zo nuilen. Eerst bombarderen de Prussen met de stammenplaten hier, dan zit ik in te kieken. Maar dan blokken die met een hoofd. En om de kous af te maken, liet mijn dochter met de zoon van O in mijn juin. Ah, in de werk allemaal wel. Ja, nou daar.
En toch ben ik het keurig. Wat zie ik er? Oh, wat ik keurig ben? Ik moest steek schuppen. Ik moest schroeven rijden. Ik moest water passen. Ik moest troefelen. Ik moest cementen. Ik moest doemstokken. Ik moest schoor bebreren. Ik moest knieptangen. En ik moest steek sleutelen. Ja, nou hè. En ik moest die nagels doen. Ja, maar dat heb ik lang, ja. Nou, dat is regels met het maken. Die keer klopt vast wel eens een keer af. Maar die ringen, waar heb je die al dan neer? Door op dat tuffelke knoesloer. En wat zie je nou werkelijk? Wat ik kijk ben, ik moest steek schuppen, ik moest schroeven draaien. Troefelen, cementen, schoorpapieren, lieptangen, steek sleutelen en adjudanten. Wij, en weet je, mijn zus van Broed. En wil jij me wel Bertus te doen? Dan naar ogen treuzen te lusteren. Kom Thea, wie wil ze bij te vallen? Oh. Nee joh. En Gina, deze raar. Ik kom kijken of weer de temperatuur is en of er nog jonge kronen is. Bier, asset en hier de leken. Os zoet in de vet weer brullen. En als je bang bent wat tekort te komen, neem dan nog een eigen miswiet naar mij. Goeiedag samen. Goeiedag, Poetje. Wat komt er voor te zijn? Kribbelt het al? Ja, we hebben de zenuwen. Je mox en veel te strak. Hoe is het neer? Goed, iedereen helpt mij. En we maken ze allemaal klaar voor het moment supreme. Och, jouw verrek, want jullie gaan vanmiddag trouwen. En dat wil ik weer een onvergetelijke dag van maken. Ja, dat is goed, jongens. Maar nou klaarmaken en voor ons door we een andere box aan. We zien al weg. Fien en Funs verloot met een gerust hart te blokken. Alles speelt op rokers. Iedereen duidt zijn ding. Fien moet in de make-up en Funs geeft zich wazen. De gasten in de blokken gaan bier met versieren, servetten vouwen, lampjes draaien en wat al niet meer. In de tussentijd lopen er nog twee kerels de blokken in. Door en de Loet, een eventloze chakelaar die met een hoop connecties zijn steentje bijgedragen aan de bouw van de blokken. En zien ze Lijns Fokker, zoon van Moller, piloot derde klas van de Royal Air Force. Overdag zuurt hij vliegtuigen en s'nachts zuurt hij tuigvliegen. De derde knoop bent dat de oorlog nog aan de gang is. En of de record, hij verstaat alleen Engels. Dus door de taalbrug valt die smijs moet in de boot met de hoogs. Ondanks alle hulp die Loet geboren heeft tijdens de bouw van de nieuwe blokhut, werd hij met de nek aangekeken. Is dat alleen omdat het een stadse is? Of schuilt er meer kwaad in deze geboren handelaar? Neem eens kijkt hem naar deze twee gasten. Wekenlang heb ik voor de Loet lopen leuren. Dat ken ik in zijn goeie dag vanaf. Stank voor dank. Steen voor denk. Ik zet ze in mijn hak, dat zeg ik niet. En dit geeft me dan weer helpen. Dan zien we twee hand op één proef. Two hands, one proef. Na alle diensten die ik geleverd heb voor deze blokwit, ga ik namelijk op zijn minst voor dat wij ook wel moeten zien op het trouwfeest. Maar nee, ze zien me geleverd kwijt als riek. Ik wil mij goed in het eten, goeie lens. En dit geeft me toch weer helpen. Dit lees ik volle gaaf. Ik wiet ze ringen. En veld er links te trouwen. Snap ze? Snap you? Precies. We maken er werk van. Kom mee. Leenke Loet, Loet, leven leid. Langzaam wordt een leuke nu. Loet doet ermee een poging om het volk af te leiden. En het paard naar de ringen vrede te maken. Zeg mensen. Kent je niet wat voor zin om lens bezig te houden?
Tim Brok, Piloet, de Lubbel, de Gans, vandaag weer een handvegen zonder blik achter mij gaan. Ach, kom maar hier met dat piemelke. Die wil ik al houden. En bij dol hij het gedonder in de glaas. Bloed liep langzaam, maar voorzichtig, nou Tuffelke worden ringen opstolen. En verrek, het lukt hem ook nog, smerige rat. Stiekem biedt hij de ringen van het Tuffelke en stopt ze in zijn binnentijs. Ongemerkt maakt hij zich kwiet uit de bocht. Ondertussen biedt het vrouwelijke slag een beetje weer te lopen voor Lijns, als een Spitfire piloot. Nou, Mupke, wat wil dat doen? Volgens mij versteert hij mij niet. Nou, Mupke, wat wil dat doen? Man, dit is even normaal. Hey, Rens. Wat heb je Rens ook nog laten wapperen vandaag? Zeg, Lens, kun je ons eigenlijk wel verstoord? Hé, hey, koekoek, ik heb het! Je precies gek een dialect. Je kunt ook naar een hoos. Een hoos? Een hoos? Mijn kinderen voor een hoos! Sille, die precies alleen Engels. You only speak English, right? Yes, bear. I only speak English. Could you help us, please help us prepare the wedding? Of course, ma'am! Your wish is my command! Let me think. I know something. Maybe you can help me to polish De ringen! De ringen? Verrek, de ring is hier weg! Hoe kan dat dan? Kerels, kom eens kijken! Oh. Wat is er los? Kreeg het een keurken van de fles? Wat is er aan de hand, echtje? Waar is het brand? De ring is in kwiet, pleite, voetsie, groen, go, weg! Dit kunnen we echt niet mee hebben! De brand begint al onder een oor! Sakker, u moet zorgen dat Fina Feunt hier geen lok van krijgen. En hè, hoe is het hier? Arne slingers al? Lukt het allemaal, dames? Zien de sofetten al netjes gevouwen? En Kels, is die de beer kaal? Ja, en een neupel met een neudet. Oh, toch, daar was het over duifjes toch? En ligt hier alles goed in? Is hier nog bijna klaar voor u? Jojo, maakt hoe veel lukt dat? Nee, we waren goed geen erg. En waarom zijn we zorgen te maken met zo'n gasbetrouwbare mensen? Ja, kijk, ze wisten we net. Maar dan gaan we weer, hè? We hebben nog genoeg te doen. Jammer, wil jij nog... Terwijl Fina Guns proberen tegen te sputteren, werden ze door Henri richting de deur geleid en naar voeten geweerd. Als de deur dicht is, is de opluchting onder de gasten goed. Het stel vertrouwt het zaakje echter niet gans en liefst aan de andere kant van de deur stond Lustre. Oh, jongens, dat kijkt mij net goed, hoor. Jongens, dat scheelt wel een hurkje. Nou, stel eens, als we een functie lopen kriegen, dan kunnen we even schudden met ze. Ja, inderdaad. En dan mogen jullie dames mee wel eens gaan vertellen hoe jullie godverdomme die ringen kwiet kunnen raken. Ja, dat denk ik ook. We stonden op elkaar met het neus bovenop. En niet meer zwelt gezien, zeker. Nou, we weten dat we allemaal zo te dood doen. Kijk, Lindsay, die kwam mij beloven. En wij dochter? Die kaas en eind zo lot te wapperen. En toen bleek? Dat hij als leven stond. Gelukkig. Kosteruus Engels. En die
vogelens of die de... Of je de ringen wil je poetsen. Maar die bleken weg te zien. Och. Hij heeft me beter in de gaten gehouden. Hij heeft me beter opgelet. Hier, de ringen. Poort, de rings. Fien en Funs, die al de tijd hebben staan luisteren, besloten om het niet verder te laten komen en het onderzoek in eigen hand te nemen. Ze komen de blokken binnen. Och. Wat een open deur! Wat een voorspelbaar script! Hoe blij je bent om rood te recht? Nou pap, al geen iets, maar zet eens oren. Maar voor ons niks op tussen uur. Wij hebben alles al gehuurd. En voor ons rijden vandaag echt niet alleen de ringje. Vandaag telt alleen de liefde. En de wie? Zo sexy, hè? Een kerel zo'n zachte kant. Hartstikke sexy, zonder zachte kant. Maar van de liefde alleen bak ik geen werk. Ik stel voor dat we samen gaan kijken voor het mis is gegaan. Goed, wanneer loor je de ringen nog? Toen ik binnenkwam, toen lagen ze netjes op dat kussen. Ja, en ik kwam als laatste binnen. En toen lagen ze dan helemaal. Kijk, toen lagen ze er ook nog. Met de wat? We maken een reconstructie om erachter te komen wie wat gezien kan hebben. Zo gezaagd, zo gedaan. Fien en Funs dirigeren iedereen op de juiste plaats om de situatie nauw te spelen. Een belangrijk stukje van de puzzel te missen. Aldoende veldkaartje. Leenke Loet, de velonaar, was straks ook even in de blokken. Maar nemens hij het meer gezien. Zou je er meer van weten? Tiet een lens aan de tand te beuren. Zeg lens, dan moet ik niet meer vertellen, dan word ik allemaal op mijn oors gebleven. Wacht me Funs, hobby maat die hiphop nog bevult. Nee, dit ging niet werken. De lens, er versteert geen plaat. Volgens mij heb ik toen gevallen liggen. Wacht maar, ik haal het ook al. Say lens, now you must tell me where that friend of you is. Fred? Which Fred? Kamerad, welkom kamerad. In uw stad, waar je de ganse dag achteraan loopt. Dat one from the city. Hoe was with you? Because you never want to loop. Ah, you mean Loot? What is the matter with him? Hey, Brock, wat met Loot aan de hand? Was er on the head, was er on the head? De ringen waren kwijt, that's on the head. Quiet! Quiet! Keep quiet yourself and help fight your loot! Hij zegt je om een moer moet houden en dat je kan vertellen wat ik de loot zullen zingen, ja? Nou, stil eens daar! Ik heb het gevonden. Kijk hier. In trend of heel. Een hoogste woordenboek. Wie had dat gedaan? De heilige dagen stond.
dat geen ik wat mee te dragen heb. Kijk, Lens. Al hoster dictionary. Now you can also fall flat like us. Volgens mijn laatste inlichtingen bevindt Lucy, as we speak, weer een goldsmith aan de Culture's Way. We have to be snel, want Loot zit op het punt om de ringen te smelten. Zo, onze missie start om 3 uur. We fly met de chopper om zo min mogelijk tijd te verliezen. Om 2:45 zullen we de chopper parkeren bij Small Switzerland. Om 3:30 stromen we met de goldsmith naar binnen toe, of een meester van Loot en pakken we de ringen. Everything clear? Yes sir, let's go to the chopper. Trick en Lance lopen in draf de blokken te hoed en stappen in de helikopter. Helemaal onder de indruk van leidinggevende capaciteiten blijft het gezelschap achter. Zo hè, bleken Driek zijn winstjoren toch niet voor niks te zien geweest. Om geen team te verlezen, zet iedereen zijn beste biertje voor om de laatste puntjes op de i te zetten. De zaal wordt even kloor. En toen was het tijd. Tijd om te trouwen met of zonder ring. Beste aanwezigen. Wat is het toch een prachtige dag. De zaal ziet er weer goed om door een ringske te halen. Ik wil jullie allemaal van harte welkom heten bij de bruiloft van Fien en Funs. Mensen, dan moet getrouwd weer. Mocht ik de gedurende vragen aan de... Ah, nee. Fien, beste Fien en Funs, het spiet me geweldig dat ik een ring heb meegenomen. En niet eens in een zekje. Teutje. Ik schaam me kapot dat ik me zo heb laten kennen. Ik waat me wel dikker joekjes aan de verste. Maar het is van dagen en dag. De verpos en och drie de boom is geslaagd. Wat al het goeie kip van dagen en dag. Ik ben zeg, een schone brulf en een joekse gewassen land. Loetje, op zo'n dag als vandaag kan ik alleen maar vergevingsgezind zien. Geef de ringen maar gauw aan de getuigen. Zoe uit ons tenminste bedoog. En wat de wat? Stoot straks maar lekker mee als aan. Een drink van de gerne. En op voort, wees je ondertussen langzaam voor de lucht. Goed, waar waren we gebleven? Getuigen, hebben jullie de ringen? Mooi, zo kan dat toch nog alles op zijn papiertjes terecht. De ringen zien terug, een beer is op temperatuur en het hette alle schijnvaart dat iedereen straks weer met elkaar door één deur kan. Laten we dan nog maar echt controle.
Fien, wil jij met Funs de rest van hun leven dijden in veur en een tegenspoed? Ja, denk ik haar eens. Niks lekker. En Funs, wil jij met Fien een toekomst tegemoet en ten alle tier verheur klonstom? Ja, denk ik haar eens. Dat beloof ik. Nog een keer. Ik ben een aangeloof te slapen. Prachtig! Dan zien jullie bij deze in het onecht met elkaar verbonden. Ik wil jullie allemaal van geluk wensen. Feliz de Nederland! Enorm grits mogen zien op dit stijl en dit spel wat dit jaar hier voor jullie gepresenteerd is. Mooi nog één keer een groene applaus voor de Borenkwelp en de hele Borenkwelp voor de Nederland van 2020. En omdat wij iedereen die hier al sinds oktober hard voor aan het oefenen is, even zijn eigen moment van fame, hè, zou ik maar zeggen, van onze lens, wil ik even, zou ik iedereen aan de tak de naam op even willen vragen om voor te stappen, zodat iedereen ook kan zien wie gezicht gewoon buis maken, gewoon even klappen met dat gezellig veld. Dan zou ik toch ook even de jeugd willen vragen om de bühne te verlaten. We beginnen bij onze verteller, en dat is Toen Hendricks, gespeeld door Koen Thijssen. Dat brengt ons bij onze 9 graden, gespeeld door Jeroen Spets. Dan hebben we Lea, de eerste van de zusjes van de boot, gespeeld door Christel Stevens. Dan hebben we Thea, ik noem maar even het tweede zusje van de boot, gespeeld door Joyce Goeimakers. Goed verder nog bij onze Chakelaar, Linkeloed, gespeeld op Jorn Allerts. Onze Britse blokjepiloot, Lance Fokker, gespeeld op Emiel Appeldoorn. Dan hebben we Truus, onze meeste tevenste getuige, gespeeld door Maaike Belief. Tieners, Leiderberg Nederland en ook getuige, gespeeld door Bas Kupers.
vader van de broer Hamli, werd gespeeld door Paul Schubert. Onze moeder van de broer Hamli werd gespeeld door Sarah Berden. Vader van de Moedigom, de Hubert Kerkwaard, onze vriend, gespeeld door Johan Klavits. Antje zeide de moeder van de Moedigom, Dora, gespeeld door Sabine Kramming. Dan liever nog twee over. En we beginnen natuurlijk, dames en heren, tweede broer, onze vriend, gespeeld door Kiki van den Berkel. Last but not least, onze fans, de Moedigom, Patrick Kuppen. En dan mogen we nog één keer de handen op elkaar voor het prachtig stel van 2020, de Boerenbrullen van Jong Nederland. Daar zien we even even drie mensen vergeten. En die word je even naar boven gevroren. Dat zijn de schrijvers van dit jaar, Steef Jacobs en Bart van der Ster. Onderachteraan, zoals denk ik heel belangrijk voor jullie, heb ik hier te zeggen, de regisseuse Anneke Vossen. Dan zou ik ondertussen aan de DJ's even willen vragen of we een plekje hebben om de receptietafels weer klaar te gaan zetten, zodat iedereen op de kleur is. Sorry, ik wil jullie nog een bedankje kennen. Aan de boer. En natuurlijk in het bijzonder een boer in de zaal.
Straks was hij hier in Spinstem en hier aan het gebied gelopen. En dan had ze helemaal alles met haar af kunnen doen. Het was met ons. Bedankt dat jullie zonder geweldige mensen ons niet hebben gegeven. En dat we dat dankbaar doen met als ze hebben gewerkt. Had je dan 2-1 of 1-2, dat is nog steeds niet goed. Verder wil ik jullie natuurlijk bedanken voor de geweldige feesten die we samen aangemaakt hebben. Op een zitting zo. Samen springen en doen. Op het uitkomen aan als allereerste een unieke en liedje zingen met de microfoon in elkaar op de schouder. Dat doen we heel erg. Bedankt, meneer Schouder. En dan wil ik toch nog even vermelden dat we het erg leuk vinden dat jullie alle vier de opvoeding in Nederland hebben genoten.